Welkom bij Vlogmas dag 2! Dat het misschien leuk was om de most likely tag te doen. Dus wat dit inhoudt is, we stellen een vraag en degene die wij denken van wie zou dat sneller doen, ik of Sam. Ja, bij wie past dat dus, het meeste? Ja, bij wie past dat het meeste? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, wie zou er sneller weglopen van een spin of zo? Bijvoorbeeld, als ik dan denk, ja, ik zou daar sneller van weglopen, dan wijs ik naar mezelf. En als ik denk Sam, dan wijs ik naar Sam. En Sam wijst naar zichzelf als hij zijn eigen denkt, of wijst naar mij als hij mij denkt. Oké, I'm ready. You're ready? Kom maar op, joh. Ik ga de vragen erbij halen, hè. En we beginnen al met een pittige. Mooi. Moet je aftellen, 3, 2, 1 en dan deze. Ja, oké. Wie zou er sneller iemand per ongeluk vermoorden? 3, 2, 1. Jij. Ik denk ook wel ik. Ja. Allee, ik weet niet waarom, maar... Ja, dat is wel een heel pittige vraag. Ik denk niet dat zou gebeuren, maar wel... Oh, dat zo... gaat nooit gebeuren. Hallo, ik ga nooit iemand vermoorden. Per ongeluk of zo. Maar ik denk wel door klunzig of zo te zijn. Of... Ja, ik ben ook klunzig. Maar jij bent zo impulsief en niet nadenken. En zoiets rap iets stoms doen. Zo. Ja, iemand vermoorden of zo. Bijvoorbeeld, ja. Oké. Het is weer zo goed, joh. Ja, mij. Oké, de volgende vraag. Wie zou er eerder per ongeluk een sms-berichtje naar iemand fout sturen? Bijvoorbeeld een berichtje sturen naar iemand wat niet voor die persoon bedoeld was. Ja. 3, 2, 1. Ik doe dat best wel vaak. Dat gebeurt wel vaker, ja. Dat gebeurt echt vaak dat ik zo... naar iemand sturen van, wilt je ook dit meenemen? En dan stuurt die persoon, En dan zeg ik, oei, sorry, fout. En dan stuur ik foto's naar iemand fout of zo. Allee, voor het werk, hè. Foto's of zo. Niks fout. Ja, dat gebeurt wel vaak. Dat zweert. Dat zien we zo gewoon. Ja, ik doe dat echt sturen, vaak. Dat de eerste die open staat, sturen. En dan stuur ik gewoon, oei, dat was niet voor die persoon bedoeld, maar ja. Wie zou er eerder in een pornofilm spelen? 3, 2, 1. Maar ik ben hier precies het slachtoffer. Ja, ik weet niet, Ja. Ik weet niet. Ik zou dat nu niet direct doen. Maar ik denk... Oh, wel. Ik weet dat niet, hè. Ja. Zeg. Allee, ja. Niet dat ik zelf dat zou doen, hè. Maar nee, dat je eerder daar het model of zo voor hebt om dat gevraagd te worden. Wie zou er eerder president of koning worden? 3, 2, 1. Je hebt sowieso Sam. Ik zou daar niet goed voor zijn. Ik weet niet. Sam is veel meer beredeneerd maar ik ben te impulsief, zoals we al een paar keer hebben gezegd. Dus zou echt niks voor mij zijn. King Sam, ja. Zou ik wel chic staan. King Sam. Zou het wel doen, ja. Ja? Ja. Wie zou er eerder een week zonder zijn gsm kunnen? 3, 2, 1. Oh, echt niet, hè? Hoe, echt zeg niet? Zeg je serieus? Dat is je job, hè? Ja, dat is mijn job, maar jij zit veel meer op een gsm als mij. Maar ik zou er wel zonder kunnen. Ik kan perfect zonder verder leven. Maar jij niet. Maar stel nu dat dat mijn job niet was. Ja, maar dat is je job, dat is niet de vraag, hè? Stel dat mijn tante kloten had, dat was mijn onkel geweest, hè. Wat? Maar als dat niet mijn job was, dan zou ik dat eerder zonder kunnen, want Sam zit veel meer op zijn gsm als mij. Wie zou er als eerste zijn vrienden een mes in de rug steken? 3, 2, 1. Ja. Ik weet niet. Ja. Ik denk eerder dat ik dat zou doen, ook weer door dat ik iets impulsief zou doen of zo en die vrienden dat niet leuk zouden vinden.
Allee, ik bedoel, dan mij, ja, niet. Egoïstisch, right ja. Here. Je bent meer okay. Egoïstisch dan mij, denk ik. Soms. Ja. Ik weet niet, ik denk ook wel vaak aan mensen, maar ik vind ook dat je niet naar je vrienden hun pijpen moet dansen, of ja, weet ik veel wat. Daar kan ik soms bijvoorbeeld niet tegen. Ik vind ook dat je je eigen ding moet doen. En je bent niet gemaakt om naar iemand zijn pijpen te dansen, hè. Dat is waar. Vind ik. En als mij iets niet aanstaat of zo, dan zal ik dat wel gewoon zeggen. Ja. Op een fatsoenlijke manier proberen altijd, maar ja. Ik zou denk ik nooit echt mijn beste vrienden mes aan de rug steken. Alleen dat zou niet. Dat is wel heel zwaar. Ja, ja. Natuurlijk. Maar ik heb meer moeite. Ik ben meer aan het denken aan iemand anders dan jij cijfert je eigen weg en zou eerder doen wat iemand anders van je verwacht of vraagt dan wat je zelf doet. Ja, dus ik zou eerder denken, als ik dat niet wil doen, dan moet ik dat niet doen. Dus, en ik vind ook, goede vrienden begrijpen dat ook. Dat is waar, die laten je niet iets doen wat jij niet wilt doen, maar wel verplicht. Ja, want ik doe dat ook wel minder en minder. Je hebt je eigen altijd in je eigen leven en ik vind wel dat je eigen op nummer 1 mocht zetten en je eigen graag moet zien. Ja, en als je vrienden of je naasten je niet accepteren zoals je zei, dan zijn dat niet de juiste. Dat vind ik ook. Ja, en ik denk ook beter een handjevol echte vrienden dan een hele groep waar je niks aan hebt. Ja, dat is waar. Wie zou er als eerste blaffen als een hond? In een heel groot, op een heel groot plein met heel veel mensen. 3, 2, 1. Sowieso. Ik zou daar ook niks mee inzetten om dat te doen. Ik schaam me niet snel. Dus dat is geen uitdaging, nee. Ik schaam me wel echt niet snel. Ja, ik wel. Ja. Ik schaam me snel, ja. Ja. Ik weet niet, als je bij mij bent, is het toch ook niet zo. Nee, maar als we zo alleen zijn of samen met u, dan is dat veel minder. Ja. Ja. Of als ik met echt goede vrienden ben, of zo, is dat veel minder. Ja, inderdaad, dat is waar. Wie zou er als eerste een autoracepiloot worden? 3, 2, 1. Ik denk Sam. Denk het ook. Hij racet soms al, hè. Hij is het niet, maar hij racet soms. Dat is niet waar. Nee, dat is waar. Wie zou er als eerste miljonair worden? 3, 2, 1. Ja. Oh joh, ik heb een gat in mijn hand. Ja, dat is het probleem. Hè. Ik denk dat je eerder het bereik hebt, of de, hoe moet ik dat zeggen, de instelling hebt van ik ga ervoor, ik bereik heel veel geld. Mm-hmm. Maar ik denk dat je het heel rap terug kwijt speelt. Ik denk ook wel dat ik eerder zou mijn schouders er volledig onder zetten en volledig zou voor gaan. En heel veel geld zou kunnen verdienen en er hard voor zou werken. Allee, jij ook, maar ik zou eerder doen. Jij zou er veel langer over nadenken. Ja. Dus ik denk dat ik daarin eerder zou zijn, maar ik denk ook dat mijn geld heel snel op zou zijn. Ik denk want dat ik shop eerder een veel te graag. Ik denk dat er eerder een miljoen op mijn rekening zal staan dan bij u, want bij u zal er nog een paar duizend euro op staan, de rest heb ik opgemerkt. That's me. Wie van ons twee zou eerder de strenge ouder zijn als we ooit een kind hebben? 3, 2, 1. Ja, ik denk ik. Denk ook jij. Ik denk dat ik meer bezig ben met regeltjes en zo dan u. Allee, regeltjes. Ik zou eerder zeggen, nou, doe maar. Ja, je zit veel losser. Allee, ik denk dat ik sowieso wel een fun dad zou zijn of zo. Ja, je zou sowieso een fun dad zijn. Ik ben veel meer bezig met alles moet proper zijn en opgeruimd. En je moet dat huiswerk klaar hebben en zo, dat denk ik wel. Ja. En ik denk dat ik eerder zou zijn van chill. Als ik even tv wilt kijken, doe maar. Ja. Dat ik zo zou zijn. Wie zou er als eerste opgepakt worden en in het gevangenis moeten? 3, 2. Jij is eigenlijk crimineel, ja. Ik denk wel. Ja. Nee, maar weer. Ja, dat is al de derde keer dat je zegt, maar je bent veel te impulsief en je denkt soms gewoon niet na over iets. Yep. Wie zou er eerder meedoen aan The Voice van Vlaanderen? 3, 2, 1. Oh nee, ik zou dat nooit doen. Ik kan echt niet zingen. Ja, en ik kan wel zingen. Ja, beter. Ik ben er toch veel te bescheiden voor. Of veel te
beschaamd worden om aan zoiets mee te doen. Ja, misschien wel. Zit je mij daar op tv op een podium staan zingen? Ik zou dat ook nog wel doen als ik veel geld krijg voor een weddenschap of zo. Ja, ja, voor een weddenschap of als je een beetje gedronken hebt of zo, zou ik nog wel zo karaoke of zo weet ik veel doen, maar op tv gaan zingen. Serieus, dan nee, dank je. Nee. Wie zou er eerder of als eerste verhuizen naar het buitenland? 3, 2, 1. Oké. Ja, denk ik wel. Ik zou dan nog wel zien zitten om ooit in het buitenland te gaan wonen. Ja, ik heb er toch al zo eens over nagedacht. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, niet direct misschien, maar zo zien. Het is misschien weer iets te impulsief. Dat is gewoon de clue van heel deze video. Ik ben impulsief. Oké, we weten het. We weten het, dag hè. Wie zou er eerder al zijn geld weggeven naar een goed doel? 3, 2, 1. Nee jong, wat zou ik? Ik zou dat weggeven naar Chanel tas en mijn eigen als goed doel. Ja, pas op, maar gelijk nu is het rode neuzendag en zo. Ja. En dan gaat je altijd direct denken, oh ja, ik moet die mensen steunen of zo. Je doet dat wel. Ja. Maar dat is ook omdat rode neuzendag mij wel nauw aan het hart ligt, omdat dat iets is wat te maken heeft met psychische mentale gezondheid. En dat vind ik heel belangrijk, omdat ik zelf een angststoornis heb. Ja, ik snap het wel. Maar zoals gisteren kwam er iemand aan de deur, geld ronselen over Afrika, kindjes in Afrika ofzo. Ja. En Sam heeft niks gegeven. Hè. Dat is de eerste keer, want ze komen, waar ik woon, komen ze heel veel aan de deur. Hè. Ja. Zo spulletjes verkopen en fruit verkopen en wat is het allemaal? Ik koop altijd iets. Maar nu, dat was, die had gewoon een foute manier van aanpak en dan zei ik nee. Ja, die kwam aan de deur, hey, alles goed, hier is een boekje, krijg een beetje steun. En die kon nog niet te goed in Nederland ofzo, dus ik vertrouwde dat gewoon niet. Ja. Dat dat ergens voor een goed doel was. Maar ik hoorde dat, ik stond in de living en ik hoorde dat en ik dacht echt, oh. Ja, maar, ik hoorde samen zo zeggen, ja sorry, ik heb geen klein geld en ik hoorde de deur toe gaan. Maar die stak gewoon een boek in mijn hand, wat hem niks trok en die zei, ja, mag ik een beetje steun? Dat was het eerste wat die vroeg aan mij. Die zei niet waar het over ging of wat het die ging doen. Niks. En dan geef ik dat niet. Ja, oké, dat snap ik wel. Anders geef ik altijd iets wel. Ik denk zo, hangt er vanaf bij mij wat. Wow. Rode neuzendag vind ik gewoon echt belangrijk. Ja. Dan zou ik eerder steunen bijvoorbeeld dan het kankerfonds. Al vind ik dat ook heel belangrijk. Maar omdat zo psychische angsten en zo mijn nauwer aan het hart ligt precies. Omdat ik dat zelf heb en kanker bijvoorbeeld echt veel voorgekomen in mijn familie. Ja, ik kan het niet uitleggen, maar het is allebei heel erg. En ja. I get it. Ja, ik kan het niet goed uitleggen, maar oké. Okay. Wie zou er als eerste trouwen met een beroemdheid? Stel, hè? Ja. 3, 2, 1. Okay. Justin Bieber! Where are you at? Hij is al getrouwd. Hij is heel getrouwd. Ah ja, die is al getrouwd. Is pas getrouwd met die Hailey Baldwin of zoiets. Hailey. Wie is dat? Nee, ik denk ik wel, ja. Denk dat je makkelijker de kans hebt om iemand te bereiken, zo. Ja. Wie zou er eerder zijn adem het langst kunnen inhouden? 3, 2, 1. Slaapgevallen zijn in de les. 3, 2, 1.
echt niet. Ja. Ik viel nooit als slaap. Ik denk dat jij veel te veel hyperactief was om in slaap te vallen. Ik babbelde heel veel in de les. En ik kreeg heel vaak gezegd dat ik een viswijf was. Dus iemand die veel babbelt. Of op de markt kon gaan staan en zo dingen. Maar in slaap vallen sowieso geen. Ja. Jij slaapt altijd direct, dus... Wie zou er als eerste sterven in een zombie apocalypse? Hoe noemt dat? Apocalypse. Oké, wie zou er dan als eerste sterven? 3, 2, 1. Oké. Maar jij bent sterker als mij. Ik weet niet, ik heb vies veel gegamed. Nou ja, ik weet hoe je allemaal werkt. Aanpakken. Dat is waar. Wie zou zich eerder zorgen maken over kleine dingetjes? 3, 2, 1. Is dat een vrouw? Hoe gaan we hier veralgemenen of hoe zit het? Je bent een vrouw. Je maakt heel snel zo zenuwachtig en opjagen. Ja, en zo. Dat wel. Ja, ja. Ja, oké. Misschien ik toch wel. Ja, dat is waar. Ik ben zo kalm als mijn hart. Ja, Sam is wel altijd kalm. Dit trekt u misschien iets te weinig aan soms van de dingen. Ja, dat krijg ik ook wel vaak. Ja. Wie zou er als eerste bungee jumpen? 3, 2, 1. Nee, jong. Nooit van zijn leven. Jij. Weet dat niet. Jij. Ik ga nooit... Dat is zoiets dat ik dus echt nooit doe. Ja, ik weet dat je dat nooit zou doen, maar ik zou nooit uit een vliegtuig springen, nooit bungee jumpen. Nee, nooit, echt nooit. Ik durf zelfs niet in een achtbaan te gaan. En jij ja, wel, dus. Ja, ik zou dat wel doen, denk ik, als ik een kans dus had. Zo. Ja, zie je, dus. Ik zou heel veel zenuwen hebben, man. Ik zou dat nooit doen. Wie van ons twee zou eerder verslaafd geraken aan sigaretten? 3, 2, 1. Ik, denk ik, ja. Ik vind echt dat dat stinkt en ik zou dat niet doen, maar ik wou eerder als een van ons twee zou roken dat ik het zou zijn. Ja, het iets vatbaarder zijn voor verslaving of zo aan. Ja, shoppingverslaving en zo. Ja, dat is wel grappig. Wie zou er eerder een week lang niet douchen? 3, 2, 1. Ik douche mij echt soms een week niet of zo. Ja, dat is geen moeilijke vraag. Ja, ik haat douchen, hè. Vroeger als ik een bad had, dan ging ik echt 3 keer in de week of 4 keer in de week een bad. Maar douchen haat ik echt. En ik haat het ding ook dat je je haren bijna al moet wassen als je onder de douche bent. Of je moet nog een badmuts of zo opzetten en daar heb je dan geen goesting in. Ja. En anders worden je haren nat, dus ik haat dat echt. Douche mij 2 keer in de week of zo, denk ik. Nog niet soms. Ja, zeker mijn haren niet, hè. Ja, ik douche elke ochtend. Ja, jij doucht je elke ochtend, maar ik haat de douche echt. Wie zou er eerder iemand van hetzelfde geslacht kussen? 3, 2, 1. Ben daar dan net. Ik wou net hetzelfde zeggen. Ja, ik heb wel een paar van mijn vriendinnen gekust. Zoals Celine, Alessandra, Freya. Heel de scouts vroeger. Ja, als tiener deden we dat soms wel gewoon als we zat waren voor de fun. You know. Experimenteren. Wie zou er eerder voor iemand zorgen als hij heel ziek is? 3, 2, 1. Ja, pas op, jij zorgt ook heel lief voor mij als ik zo ziek ben. Stel als dat niet voor elkaar was of zo. Denk ik dat jij eerder voor iemand zou zorgen. Of grootouders of zo, ja. Wie zou er eerder lachen op het verkeerde moment? 3, 2, 1. Nee! Jawel, joh. Jij! Jawel, ik kan me heel serieus houden als er iets erg is of zo. En jij zou dan beginnen lachen. Och, ik ben pas serieus. Jij bent lossig. Wie zou er eerder trouwen met iemand voor het geld? Dus niet uit liefde. 3, 2, 1. Ja. Ik zou dat ook nooit doen, hè, maar eerder.
zeker datums van wanneer mijn familie verjaart, wanneer Sam zijn familie verjaart. En dan bedoel ik echt gezin, hè? Want dat is het belangrijkste. En zo datums als van wanneer we samen waren, wanneer onze ouders getrouwd zijn, vroeger en zo'n dingen, onthoud ik eerder dan Sam. Maar ja, als je met mijn beste vrienden onthoud ik natuurlijk ook wel, hè. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, vrienden, zo vind ik al moeilijker gezinnen. Van u en van mij weet ik perfect, maar vrienden en zo. Alleen, ik weet echt perfect de verjaardagen van Celine, van Nick, van Alessandra, van Freya. Zo. Alleen, ik weet dat allemaal. Ik onthoud dat ook echt wel. Zelfs Leon, nog mijn beste vriend. Ja, ik vergeet heel 6 november. Ik onthoud dat echt. Ik vind dat wel belangrijk. Dit was onze most likely tag. Wat hebben we vandaag geleerd? Talisa is impulsief. Ja. Talisa zou snel iemand vermoorden. En Talisa zou snel naar de gevangenis gaan. En Sam is all good. Yep. Sam zou president worden, miljonair. En is heel lief. Oh, mooi samenvatting, ja, schatje. De facts zijn duidelijk. Oh. Schatje. Ja. Maar ja, de waarheid moet je zeggen. Weet je, iemand moet de fun one van ons voilà. Twee zijn. Oh, maar wat saai zijn, hè? Nee, is niet waar. Jij bent ook fun. Maar ik misschien ook het twee. Nee, dat is niet waar. Maar hopelijk vonden jullie het leuk om zo ook meer over ons te weten te komen. Hoe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En